Goedemorgen allemaal, mijn naam is Tine Katoor. Ik ben hoofdproductbeleid bij Essentia. En ik ga jullie eventjes toelichten of een aantal zaken meegeven met de impact rond Brexit en in geval er geen akkoord is voor de impact op REACH. Voor degenen die niet vertrouwd zijn met REACH, een zeer korte samenvatting in één slide waarover dit gaat. En dit gaat eigenlijk over registratie enerzijds van uw chemische stoffen. En we spreken hier wel op stofniveau, dus als het over mengsels gaat bijvoorbeeld, dat is een samenstel van verschillende stoffen in dat mengsel, dan gaat het over de individuele stoffen hierin. En indien er meer dan 1 ton op de Europese markt wordt gebracht of geproduceerd, dan is een registratieplicht. Dat wil zeggen dat men eigenlijk allerhande data moet verzamelen over de veiligheid van de stoffen, over de gevaren, over het gebruik en de blootstelling, en moet bewijzen dat die stoffen veilig kunnen gebruikt worden. Dat is één groot stuk, en waar dat de Brexit, als het Verenigd Koninkrijk uit de Europese markt stapt, een zeer grote impact op kan hebben. Het tweede deel gaat over evalueren of de data die ingediend is enerzijds voldoet aan de wetgeving, en anderzijds, als er bezorgdheden zijn rond stoffen binnen de maatschappij, om die uit te klaren, eventueel door bijkomende testen op te vragen of over de gevaarseigenschappen te gaan discussiëren. Dat is een stuk die door de overheden wordt gedaan, dus het ICA, het Europees Agentschap van Chemische Stoffen, die eigenlijk het centraal aanspreekpunt is binnen Europa, en ook een verantwoordelijkheid van de lidstaten. Dus voor de Brexit zal daar een vraag zijn of het Verenigd Koninkrijk daar kan aan blijven deelnemen of niet. Het tweede is, het gevolg dan is, als er een bezorgdheid is rond stoffen voor de Europese volksgezondheid, voor het milieu, dan kan maatregelen voorgesteld worden, zoals autorisatie, waarbij dat eigenlijk stoffen verboden worden voor gebruik binnen Europa, tenzij men daar een vergunning of een autorisatie heeft voor verkregen. Dat werd in een getrapt systeem. Enerzijds gaat men eerst de zeer zorgwekkende stoffen, die SVHC's, gaan oplijsten. Dat gebeurt 2 keer per jaar. Ondertussen zijn er meer dan 200 stoffen op de lijst. En daarvan gaat men dan nog een keer de meest zorgwekkende gaan prioriseren. Meestal degenen die een zeer wijdverspreid gebruik hebben of een hoog risico op blootstelling. En ondertussen zitten er 54 stoffen in dat autorisatieregime. Daarbij komt dus dat de gebruiker, ofwel de producent, maar meestal de gebruiker, een vergunning dient aan te vragen om dat dan eigenlijk nog te mogen gebruiken onder strikte voorwaarden binnen Europa. Een andere optie is de restricties of de beperkingen. Dat is de fameuze bijlage 17 van REACH. Sinds REACH zijn daar meer dan 25 nieuwe restricties bijgekomen. En als men spreekt over normen, dit gaat hier over maximale concentraties vaak van stoffen die aanwezig zijn, mogen zijn in voorwerpen. Denk aan ftalaten of een aantal ftalaten in kinderproducten, speelgoed, verzorgingsartikelen, maar ook nikkel en juwelen en dergelijke. Dus daar zijn een aantal normen op voorwerpen, maar ook op mengsels of stoffen die te koer daar ook niet meer mogen voor bepaalde gebruiken gebruikt worden. Daar zit ook een communicatiesysteem bij, dus eigenlijk het centrale tool daarbij blijft het veiligheidsinformatieblad. Die zorgt dat die informatie doorheen de keten zal stromen. De grote vraag is nu, wat is daar de impact van REACH? Wel, als wij kijken op het moment dat Brexit of de eerste cliff edge eraan kwam in maart 2019, stond de Verenigd Koninkrijk op de tweede plaats qua aantal registraties. Toen waren er ongeveer 93.000 registraties in de Europese Unie. Ondertussen zijn we meer dan een jaar verder, is dat al gestegen naar meer dan 100.000 registraties. Maar het aantal registraties van het Verenigd Koninkrijk is zeer sterk gedaald. Dus we zien dat Frankrijk daar de tweede plaats heeft overgenomen na Duitsland, het grootste aantal registraties. En het Verenigd Koninkrijk is eigenlijk uit de top 3 geduikt. Hoe komt dat voor een groot stuk? Wel, voor een groot stuk omdat heel wat niet-Europese bedrijven via een enige vertegenwoordiger op via het VK hebben gewerkt. Wat betekent dat concept? En ik wil het hier wel eventjes uitleggen. Omdat het belangrijk is wanneer het Verenigd Koninkrijk een derde land wordt, dat wil zeggen een derde land net zoals India, China en andere derde landen zijn, dat alle invoer uit een derde land moet geregistreerd worden door de invoerder bij het Europees Chemicaliënagentschap. U ziet hier een schemaatje waarbij dat er een aantal
producenten buiten de Europese Unie leveren aan invoerders, dat kan in België zijn, dat kan ook in het Verenigd Koninkrijk zijn, maar neem hier nu België. Wij gaan registreren bij het agentschap. Het principe van REACH is dat men ook dierproeven probeert te beperken. Dus iedereen werkt eigenlijk samen aan het dossier, die verschillende invoerders. We hebben daar ook op tekeningetje een producent bij het Verenigd Koninkrijk vermeld. Die werken allemaal samen aan dat gemeenschappelijk dossier bij ICCA. En daar zit ook een individueel stukje in over hun bedrijfsidentiteit, stofidentiteit en hun specifieke toepassingen. Om die invoerders die vaak niet altijd de kennis hebben van de stofspecifieke eigenschappen of de gebruiken, gaat men eigenlijk een concept initiëren die noemt een only representative of enige vertegenwoordiger. En als die registreert in naam van het niet-Europese bedrijf, dan moeten die invoerders geen eigen registratie niet meer verzorgen bij het agentschap. Dus dat is voor de invoerders een kostenbesparing en eigenlijk ook een stuk van de verantwoordelijkheid ontnemen, vaak omdat men ook de data niet heeft. Die enige vertegenwoordiger speelt dus eigenlijk een zeer belangrijke rol in alle invoer binnen de Europese markt. En het moment dat uw Britse producent of leverancier dus eigenlijk door de Brexit uit de Europese Unie stapt of gegooid wordt, of hoe dat we het ook moeten zeggen, wat heel duidelijk is dat alle UK-registraties niet meer geldig gaan zijn volgens het agentschap. Dus ik zal zeggen, al die accounts worden geblokkeerd. En eigenlijk moeten we zien dat alle registraties die nu door Britse bedrijven zijn gebeurd, waar vaak ook downstream users, dus klanten binnen Europa en binnen Vlaanderen en België van afhangen, die zijn allemaal niet meer geldig. En er moet dus naar een systeem gekeken worden, en dat bestaat momenteel, om een transfer te doen van dat registratienummer. Dus dat is eigenlijk een heel belangrijke zaak naar de impact voor invoer in België. Maar u moet zich ook realiseren dat ook het omgekeerde het geval zal zijn. De UK zal het Europese systeem kopiëren. En dus voor alle uitvoer naar Groot-Brittannië zal men daar ook voor een Britse registratie moeten zorgen. Dit hier nog een keer een slide met een impact aan de verschillende rollen in REACH. En als we dan kijken naar de producenten of naar de invoerders, dan zie je heel sterk, en we kijken naar het middelste vakje, ook met het middelste deel van de balk, dat het aantal enige vertegenwoordigers die in de UK zaten voor eigenlijk de eerste Brexit data die circuleerden, dat dat al zeer sterk verminderd is. Dus men heeft al heel wat transfer van registraties gedaan, zodanig dat de Europese invoerders toch gevrijwaard zijn van een registratie, omdat dus de OR duidelijk op het Europese vasteland of bij de EU27 zit, want er zijn er ook heel veel door Ierse bedrijven overgenomen. We zien ook dat in België een aantal OR-taken of acties bijgekomen zijn. Op Europees niveau heeft dat niet echt impact, maar het is heel duidelijk dat in de UK daar wel een verschuiving van rollen gebeurt. Hoe gebeurt die transfer nu van een registratienummer? Dat is niet alleen mogelijk voor een only representative, maar ook een producent kan bijvoorbeeld een enige vertegenwoordiger, dus een Britse producent, zal een enige vertegenwoordiger in Europa kunnen aanduiden zonder al te veel moeite. Er komen natuurlijk bijkomende kosten, maar het ICCA geeft een Brexit window geïnitieerd naar aanleiding van de eerste datum dat eind maart 2019 circuleerde. En eigenlijk geldt dit nog altijd. Belangrijk is hier om te onthouden dat alle acties die een Brits bedrijf moet doen om dat nummer te kunnen overdragen, moet gebeurd zijn voordat de Brexit effectief een feit is, omdat zij geen toegang meer gaan hebben tot de accounts bij het ICCA, dus tot hun brievenbus en hun beheerssysteem bij het agentschap over hun dossiers. Belangrijk is ook om hier te onthouden dat degene die het nummer zal overnemen aan VAR, dat kan ook een invoerder zijn, een goede klant van hen of de dichte zakenrelatie, dat die ook een aantal zaken heeft gecontroleerd voordat de effectieve Brexit plaatsvindt, omdat men achteraf niks meer kan wijzigen als het UK-bedrijf geen toegang meer heeft tot de accounts. Rechtsboven ziet u dat er ook een guidance is van het agentschap die eigenlijk de ganse transfer uitlegt hoe men dat praktisch moet doen. Vergeet niet dat er een aantal zaken zijn die momenteel enkel binnen de UK geproduceerd, gebruikt of ingevoerd worden.
Dus het agentschap produceert nu regelmatig een overzichtje van de stoffen die uitsluitend door Britse bedrijven zijn geregistreerd. En u ziet hier een beetje een overzichtje. Dus volledige registratiedossiers wil zeggen dat het eigenlijk voor meerdere soorten gebruiken is geregistreerd. Dat is al in een jaar toch wel wat gezakt. Maar er zijn nog altijd stoffen die exclusief blijkbaar door UK-registranten zijn geregistreerd. Intermediates, dat verbaast niet, want dat is eigenlijk binnen een productieproces. En dan de nons zijn eigenlijk innovatieve toepassingen. Dus dat wil zeggen dat er daar toch een deel enkel ook voor de Britse markt of indien het naar Europa moet komen, dat dat dan met bijkomende registraties zal moeten gebeuren. Wat betekent nu die Brexit in het kader van deal of no deal scenario? We hebben gehoord dat de transitieperiode niet verlengd is geworden. Dus we moeten ons voorbereiden op een uitstap van het Verenigd Koninkrijk op 1 januari. Tijdens de transitie was er voor Reach geen wijziging voor bedrijven. Britse bedrijven moesten nog steeds registreren bij het ICA. Europese bedrijven kunnen zonder bijkomende Reach-registratie verplichten naar de UK uitvoeren. Het enige verschil is dat de Britse overheid en vertegenwoordigers binnen het agentschap daar geen meebeslissingsrecht meer hebben. Wat nu het verschil tussen een deal en een no deal zal zijn, is een beetje koffiedik kijken. In de vroegere scenario's was er heel duidelijk gesteld en als er geen deal is, dan komt er een UK Reach. Dus de teksten liggen klaar voor een UK Reach, waarbij de Britse overheid eigenlijk het Europese systeem zal kopiëren en zal zorgen dat iedereen in Groot-Brittannië, dus de Britse bedrijven die een registratie hadden, dat dat eigenlijk gegrandfathered, overgenomen, gratis overgenomen wordt binnen het Britse systeem. Op voorwaarde dat men daar natuurlijk wel een nieuwe aanmelding zal doen, want ook de Britse overheid zal geen toegang meer hebben tot de databank. De grote vraag is of dat er met een deal daar toch nog onderhandelingen zullen zijn, maar gezien de situatie waarin we vandaag zitten, en ik denk dat Andreas dat wat toegelicht heeft, en ook de verschil in visies over een aantal zaken en een aantal grotere prioriteiten, verwachten we, of zal het waarschijnlijk wat moeilijker zijn dat er ook rond Reach afspraken gemaakt worden en dat er bijvoorbeeld een dataoverdracht tussen overheden gaat gebeuren en we gaan dus altijd waarschijnlijk terug via bedrijven moeten passeren die dan eigenlijk een extra kost en actie moeten nemen om ook, als u de UK-markt wil vrijwaren, daar te registreren of de UK-bedrijven of klanten binnen Europa gaan een extra registratie eventueel als invoerder moeten gaan uitvoeren. Dus groot verschil met de Europese kant is dat aan de andere kant van het kanaal de Britse overheid sowieso een transitieperiode zal voorzien en dat men niet direct een registratie zal vragen, maar eerst zal passeren via een notificatie. Er was sprake van 2 jaar. Blijkbaar is dat een onderhandeling of dat 2 jaar blijft of veranderd wordt. En ook de fees zijn nog een stuk in discussie, want men had eerst gezegd registraties aan Britse zijde gaan dezelfde fees zijn als die ICA hanteert, maar natuurlijk voor een veel kleinere markt. Dus de vraag gaat hier zijn bij de trade deal, ja, komt er ergens nog een afspraak over datasharing of niet? Gaat men daar nog specifieke afspraken hebben over Reach of niet? Maar één ding is heel duidelijk. Er komt een UK Reach. En bedrijven gaan dus aan beide systemen moeten voldoen. En ook aan beide systemen op een of andere manier moeten zorgen dat de data ter beschikking is. Als het dus gaat over invoerders van UK-kant, dus als we kijken naar de mensen die invoeren, dan is het hier belangrijk te onthouden. En vooral voor mensen die misschien niet zo vertrouwd waren met het Reach-systeem, omdat men eigenlijk altijd een klant was van een Britse registrant, dat men eigenlijk voor die invoer vanaf 1 ton per jaar, voordat men aan die tonnagedrempel komt, eigenlijk een registratie moet hebben. Dat wil zeggen dat men ook een paar maand op voorhand eigenlijk dat registratieproces moet starten. Tenzij natuurlijk dat de UK-supplier van plan is een enige vertegenwoordiger binnen Europa aan te duiden en daar met een transfer van het registratienummer kan gewerkt worden, waardoor dat de invoerder vrijgesteld is van die registratieverplichting. Voor restricties en voor voorwerpen, daar is er natuurlijk de
beperkingen van toepassing en de sectorale wetgeving die daarop van toepassing is, ook met normen. Dus de vraag is, in hoeverre gaat men daar gelijke tred houden met Europa of gaat men daar toch afwijken? Gaan er vertragingen komen op de nieuwe restricties binnen Europa? Dus dat wil zeggen dat men als invoerder daar toch duidelijke afspraken zal moeten maken met de Britse leverancier. Indien u als Vlaams of Belgisch bedrijf wilt uitvoeren naar het Verenigd Koninkrijk, dan zal u moeten rekening houden met het UK REACH systeem. Helaas zijn de details momenteel niet beschikbaar op de website van HSE, dus hun Health and Safety and Environment Authority, die eigenlijk de competent authority zal zijn. Momenteel is enkel info op de website beschikbaar rond de transitieperiode. Dus wat we hier tonen is wat beschikbaar was in 2019 en dus mogelijk nog onderhevig kan zijn aan wijzigingen. Maar één ding is zeker, er zal een transitieperiode voorgesteld worden op voorwaarde dat er een beperkte notificatie is gebeurd onmiddellijk of binnen een afzienbare tijd, zo'n 180 dagen na de Brexit. De eerste notificaties gaan gratis zijn op het moment dat men moet registreren. Een nieuwe registratie gaat doen, zal er moeten betaald worden. De UK-bedrijven die gaan een grandfathering krijgen, dus die gaan eigenlijk gratis mogen opnieuw hun data indienen. Een Europees bedrijf die zal uitvoeren naar Groot-Brittannië, dat zal aanzien worden als een nieuwe registratie, die zal dus de fees moeten betalen. En dan ook als de wetgeving rond restricties en beperkingen zal uit elkaar gaan, dan gaat men ook moeten rekening houden dat de voorwerpen of de producten die men uitvoert naar de UK mogelijk aan andere normen moeten voldoen. Wat kan u vandaag doen? Het is zeer belangrijk dat u eigenlijk een inventaris heeft van uw handel met de UK, van over welke stoffen, mengsels, voorwerpen gaat dit. Hoe ver zit u in de keten? Wat is uw rol daarin? Zijn er registraties door uw directe supplier? Is er een intentie om een enige vertegenwoordiger aan te duiden? Als u invoerde van buiten Europa en er was een enige vertegenwoordiger gebaseerd in het Verenigd Koninkrijk, als dat nog niet zou veranderd zijn naar een EU27-only representative, dan is dat denk ik dringend nodig. Voor de registranten zelf is het belangrijk dat de lead registrant rol, dus degene die eigenlijk een beetje centrale aanspreekpunt is in dat registratiedossier, door een Europees bedrijf wordt uitgevoerd, aangezien dat de accounts niet meer toegankelijk gaan zijn naar die lead registrant en dat die toch een centrale rol heeft in uw compliancy van uw dossier. Als u afhankelijk bent van een autorisatie door een Brits bedrijf als een Europese gebruiker, dan raad ik u zeker aan van de FAQ's op het ICA-website te gaan bekijken. Want dan moet men eigenlijk kijken naar een eigen autorisatie als er daar eigenlijk geen akkoord over kan gevonden worden. Of dat er hier ook in Europa een soort acceptatie zal zijn van de UK-autorisaties. En dan voor uitvoer naar Groot-Brittannië voor stoffen en mengsels. Dus voor mengsels dan voor elke stof in het mengsel. Gaat men moeten kijken, laat men de klant eigenlijk alle invoer en alle registraties op zich nemen of de klanten. Of gaat men toch kijken om het zelf te organiseren via een enige vertegenwoordiger in de UK. Voor bedrijven die eigenlijk niet met de registratie te maken hadden of met autorisaties of misschien ook restricties, zorg dat u zeker voldoende vertrouwd bent met REACH om die verplichtingen te kunnen nakomen aan beide kanten van het kanaal. En ja, stem daar ook uw strategie op af natuurlijk. Wat zullen uw rollen worden in de toekomst? Wij horen heel vaak bedrijven die vragen, ja, kan u zeggen dat u Brexit-proof bent? Wij denken niet dat er zoiets is als een Brexit-proof statement. Het is wel belangrijk van concrete vragen te stellen aan uw supplier. Als die in het Verenigd Koninkrijk zit, bijvoorbeeld rond invoer, wordt er dan een enige vertegenwoordiger aangeduid. We weten dat er heel wat stok is opgeslaan, dat men een voorraad heeft voorzien. Dit kan dus, als dat legaal voor de Brexit-datum op de markt werd gebracht, dus ingevoerd in Europa, kan u dat ook verder blijven doen. Dus wij kunnen u enkel aanraden om u voor te bereiden op het slechtste geval waarin het er absoluut geen akkoord is. Maar wij gaan er eigenlijk ook vanuit dat zelfs met een akkoord er twee verschillende wetgevende systemen zullen ontstaan. UK REACH is
De eerste versie had eigenlijk REACH zeer sterk overgenomen met aanpassingen van de agentschappen die bevoegd worden. Maar wij horen dat er toch nog discussies rond zijn. Vergeet ook niet dat er aan de Europese kant, dus voor alle invoer van de UK, geen overgangsperiode voorzien is. En dat men onmiddellijk aan de Europese regels moet voldoen. Dus wil zeggen, meer dan 1 ton invoeren moet er al een registratie zijn. Zorg dat u dan eigenlijk daarvoor ook heel goed weet waar uw plaats is in die keten. Want wij weten dat verschillende producten soms meerdere keren over het kanaal gaan. En waar de breuk in de keten zal zitten of de vertraging, dat is niet helemaal duidelijk. En als u een aantal kritische producten hebt, zorg dus dat dat eigenlijk in kaart is gebracht. Stoffen en mengsels en voorwerpen die onder de Brexit onderhevig of gevolgen kunnen dragen. Kijk naar beide kanten, zowel invoer als uitvoer moeten daar bekeken worden. En ook uw schatting van eigenlijk kosten die u zal hebben als u met stoffen of mengsels op de Britse markt komt, door eventueel een enige vertegenwoordiger te gaan aanduiden. Transfer van de lead register control, dat hebben we gezegd. En REACH dient hier eigenlijk als één voorbeeld. Maar ook onder andere productwetgeving, denk aan de biociden, gewasbeschermingsmiddelen en dergelijke, gaan er wijzigingen optreden, wordt het Groot-Brittannië als een ander, als een derde land aanzien en gaan er dus bijkomende verplichtingen zijn, vooral voor de invoerders uit UK, die dus eigenlijk van die producten afhankelijk zijn, maar ook voor bedrijven die uitvoeren naar het Verenigd Koninkrijk.